onze woorden moeten letten, maar hij wijs. Geen 24 uur later in het ziekenhuis. Ja, ik vind het heel moeilijk om dit even kort in een vlog samen te vatten. We zijn op weg naar de blauwe kamer. Hallo. Naar de blauwe grot. Blue room. Jo, je kan het. Ik kom achter je aan. Yeah! Goed zo. Oh ja, aan de blue room. Dit is een vlog Disneyland. Hoi, het is dinsdagochtend. Bart gaat vandaag Jacqueline Harold wegbrengen. En ik ben thuis met Jax. Ik ga denk ik even wat dingetjes halen om alles verder in te pakken. Want het is weer een inpakdag. Dat zie je allemaal in de videoserie die op zondag online komt over wat ik allemaal ga inpakken enzovoorts. Want ik wil deze week echt nog even de tijd daarvoor nemen omdat Jola er nog niet is. Die is er vanaf zaterdag weer. Dus ja, dat zou deze week wel veel gaan zijn. Yo, ik heb super veel geëdit. Dat betekent dat ik nu tijd over heb om verder te gaan met opruimen. Hallo, goedemorgen. Ik ben vandaag een beetje laat bij de les. Het is al iets van 11 uur, ondanks dat ik een hele drukke dag had. Maar ik werd vanochtend wakker. Eerst dacht ik gewoon, oh, ik heb slecht gelegen of zo. Ik heb heel veel pijn in mijn rug, pijn in mijn zij, toen pijn in mijn buik. Ik kwam het elke keer omhoog als ik even ging lopen of staan. En als ik dan ging zitten, ging het weer. En toen kreeg ik echt een beetje, nou ja, paniek is een beetje overdreven om te zeggen. Maar ja, ik werd een beetje bang, want ik herken die pijn heel erg. Ik heb namelijk een keer een nierbekkenontsteking gehad en nierstenen in één keer bij elkaar. En toen begon het ook zo. En toen lag ik denk nog geen 24 uur later in het ziekenhuis. Dat is zeg maar zoveel pijn. Het doet meer pijn dan een bevalling. Dus misschien dat je dan snapt dat ik een beetje bang was vanochtend. Dat het was. Maar ik heb nu wel weer de kracht gevonden om me in ieder geval even aan te kleden en op te maken. En dan hopelijk straks de kracht om verder te gaan met inpakken. Want stond wel echt op de planning. Oh ja, en die niersteen die is trouwens uiteindelijk vergruist. Ik weet niet of jullie weten wat dat inhoudt. Maar dan, ja, na een tijdje moet je of geopereerd worden eraan. Of het wordt vergruist en dan wordt het met een soort, ja, hoe noem je dat? Een soort apparaat. Is het een laser? Nee, het is een soort elastiek iets dat tegen je aan schiet. Heel moeilijk uit te leggen. Maar dat is best wel pittig. En dan maakt hij dus eigenlijk die steen stuk. Zodat je makkelijker kunt uitplassen. En daarna ben ik wel een aantal keer terug geweest voor een controle of er geen nieuwe nierstenen zijn gekomen. Maar ja, op een gegeven moment stop je daar natuurlijk mee. Dat is alweer, volgens mij, een jaar of 8 geleden. Ja, we gaan het zien. Ja! Een badjas. Maar kijk eens even goed, wat zie jij op die badjas? Planeten. Oh, lekker zacht. Ja, lekker zacht, hè. Wauw, wat vet. Leuk, hè? Mooie potjes, Jax. Ja. Je heen doen. Ik kan er niet openlopen. Wie? Mag ik je echt helemaal niet zeggen hoe je het het beste kan doen? Ik kan het zo best doen. Oké. Dat kan jij. Ja! Goed zo! 0.0. 0.0 in de wasjes aan het draaien.
We gaan straks naar Oosterwold. Ik zou nog eventjes een pakketje ophalen. En dan kunnen we daar het matras in gaan leggen. En dan kunnen we daar als het goed is ook lekker slapen. En dan kan ik niet wachten om zondagochtend Jola weer te gaan ophalen. Want dan is ze terug uit Curaçao. Ze gaat zaterdag vliegen. Ik ga niet wachten. Maar wat ik wilde zeggen, ik ben een podcast aan het luisteren. De laatste aflevering van een serie die ik heb gevolgd. Who is your daddy? En ik vind het zo'n ontzettend goede podcast, omdat het zo herkenbaar is voor mij. Hij is dus gemaakt door 3FM-DJ Joram Kaat. Ik had hem ook een berichtje gestuurd en hij had gereageerd. Echt een super lieve reactie. Want het brengt mij helemaal terug naar mijn eigen jeugd en dat ik zonder vader ben opgegroeid. Moeilijk om dat zo kort uit te leggen. Ja, het roept wel weer dingen bij mij op als ik er zo naar luister. Die toch nog wel echt in me zitten en waar ik toch nog wel mee bezig ben, denk ik, in mijn hoofd. Alleen, als je dat dan zo hoort, dan ja, ik zou hem wel weer eens willen zien. En ja, maar ja, zou het dan wel het verhaal compleet maken of zou het weer hetzelfde aflopen? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Nou ja, goed, lang verhaal, misschien voor jullie heel vaag, maar hele interessante, leuke podcast, heel goed gemaakt. Door Joram. Mooi verhaal. En dat is trouwens ook weer de reden, dat is misschien wel een mooi bruggetje, dat ik het zo ontzettend fijn vind dat Jola het zo leuk heeft in Curaçao bij haar vader. Want vaders zijn gewoon hartstikke belangrijk voor kinderen om zich niet afgewezen te voelen en te voelen dat er van ze gehouden wordt. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat er van je gehouden wordt. En dat je gezien wordt en dat je welkom bent. En ja, dat er mensen zijn die jou graag in hun hart sluiten en willen beschermen en jouw dingen willen leren en er altijd voor jou zullen zijn. En daarom vind ik het heel belangrijk dat Jola het leuk heeft bij haar vader in Curaçao. En daarom vind ik het ook makkelijker om haar daar te laten zijn. Maar ik mis haar wel heel erg nu. Vanaf gisteravond begon het wel echt flink, het missen. Wat fijn is dat! Brakkeput, mij. Ja. We zijn in Brakkeput. Bij mij. Bij mij. Kijk. En wat gaan we doen? We gaan minigolfen. Wauw. Vamos. Dat is zo moeilijk. Ja, het begin moet ik even. Rip. Kijk, nou wat je vergeet drie keer. Nou zag ik het niet te hard. Hoeveel was dat? Vijf keer. Nice. Hola, vijf keer. Omer. Hallo. Intro. Hallo. We zijn op weg naar de blauwe kamer. Hallo. Naar de blauwe grot. Blue room.
Nou, eigenlijk moet je eerst naar een strandje, dat heet Santa Cruz. Want daar ga je eerst een uur lopen. Er is een mooie route, is er? Is een uur lopen. En er is een mooie, minder mooie route, is 20 minuten. En dan loop je langs een ander strandje, Santa Preto. En dan iets nog daar voorbij, dan is de Blue Room. Maar we gaan kijken of we een shortcut kunnen nemen met de auto. Proberen. Savage. Proberen. Gaat hij nog, joh? Dat is zwaar. Kom op, joh, je kan het. Ik kom achter je aan. Yeah! Ben je lekker aan het shoppen? Afrika. Nee, dat hebben we niet nodig. Kom maar. Ik laat de deur open. Hartstikke idee. We zijn er weer. Nou, we hebben dus de hele ochtend lekker zitten werken hier in ons werkhoekje. Eigenlijk de eerste keer dat ik hier echt heb geëdit, heb gewerkt. Het ging best wel goed. En we zijn zowel gisteravond als vanochtend in de huizen van de buren geweest kijken. Nou, wat een mooie huizen. Oh, echt insane. Oké, ik zal één fotootje laten zien van de buren. Oh, dit is zo vet. Let op. Even serieus, hoe mooi. Ik ben zo ontzettend benieuwd. Heel geweldig hoe mensen zelf helemaal hun huis hebben getekend en gedaan. En ja, gewoon echt precies wat zij nodig hebben voor zichzelf realiseren. Dat is toch een droom. Nou goed, geweldig leuk om te zien. En vanmiddag, als Jax wakker is, komen Daan en Lynn hier met Toby lekker barbecuen. Ook heel veel zin in. Vandaar ook dat ik vanochtend echt even hard aan het werk ben gegaan. Zodat we wat tijd hebben om te chillen. Overigens wel één dingetje. Ik begin Yola zo ontzettend te missen. Nu dat het dichterbij komt, dat ze naar huis komt. Begint het ineens heel langzaam te gaan, de tijd. De eerste week dat ze weg was, ging nog wel snel. Maar die tweede... You said that you needed me. Like a cargo, you will carry me. Doetjes. I just hope you know my day. Ja, zeker, zeker. Even though it makes no sense. Soon as I'm broken, too much of emotions. Soon as I'm the light. Oh yes! Oeh, kijk dit nou liggen. Oh ja, oh, nog een biertje erbij ook. Ja. Zonnetje erbij. Oh jeetje, de container staat er wel pal voor. Hè? Huh? Het was een gezellige barbecue, hè? Ik ga er langs.
Dankjewel. Dat vind ik lekker. Maar, ik kan niet vaak genoeg zeggen. Ik kan echt niet wachten tot Jola weer thuis is. Jola moet erbij, hè? Jola moet erbij zijn, hè? Jax, mis jij Jola ook zo? Ja. Ja, hè? En kun je zo. Ja. Zou je willen dat ze weer snel thuis komt? Ga je er dan lekker knuffelen? Ja. Goedemorgen, het nieuwe matras moest even... Trouwens, goedemorgen, het is al middag. Maar ik heb zo lekker geslapen vannacht. En we hebben eigenlijk de hele ochtend een beetje gechilld. Heerlijk, hè? Eigenlijk gewoon helemaal geen drol gedaan. Gewoon even op de bank liggen. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way. Dit zijn vooral bomen, die Spanjaarden die gebruiken ze dan echt voor de olijfindustrie, zeg maar. La. En dan als ze op een gegeven moment minder olijfbomen geven, dan gaan ze ze verkopen. Onderweg, twee lekkere patatjes. Frietkes van de frietboerderij. Die zijn zo lekker. En het is nu al eventjes geleden, dus het mag wel weer. Hè? Ja. Ja. Jax, bestel jij even? I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. We moeten binnenkort eens gaan kijken wat voor kippen wij willen. Hè? Ook allemaal verschillende soorten natuurlijk. Hè? Dat is gewoon op tijd hoor. Niet per se nu toch? Van de lente. Zeg ik ook niet. Heel goed. Maar ik zeg gewoon even inventariseren wat voor soorten er zijn. Dat bedoel ik. Eet smakelijk liefjes. Dit is deze. Ja. Dit is grote patat. Groot, hè? Een snor. Ik zie geen snor. Hallo. Goedemorgen. Ik ben zo blij. Wij zijn zo blij. Wij zijn zo blij. Goedemorgen. Goedemorgen. Sunshine. Sunshine. Dit is Jupiter. Oh, dat is Jupiter. Hij zit weer met zijn Jupiter. Wij gaan Jola ophalen. En we zijn super vroeg, zodat we lekker op tijd klaarstaan om haar te verrassen. Nou ja, ze weet wel dat ik er kom halen in ieder geval. Maar niet dat Jax en ik erbij. Goed kouwen, Jax. Goed kouwen. Draafje, goed kouwen, oké? Okay? Even bijraden nu checken, want dat weet je, verandert met de minuut. De tijd is aangebroken dat we heel erg op onze woorden moeten letten waar hij bij is. Gisteren was Bart namelijk aan het autorijden. En volgens mij had jij het gezegd, maar ineens horen we zo keihard van achter. Opzouten. Het is zo moeilijk om niet te lachen dan. Ja, echt. Woody dat zei ook echt. Ik dacht wel even, dan heb je wel even een wake-up call van oké. Nou, weet je, dat is niet eens zo'n... Ben je klaar met je druiven? Nu een Eva. Je zag gewoon een wapperding erbij zo. Wacht ik al voor je vast. Oh. Ja, ik ben er niet zo ervaren in. Sorry. Nou, daar zijn we. Het is echt super druk hier met parkeren. Maar we zijn geparkeerd. Dus we kunnen rustig Jola ophalen. Hij heeft wel zijn laarzen nodig. Ik heb zijn laarzen. Oké. Okay. Maar. En dan kan ik dus lopen. En wel bij mama blijven, hè? Ja. Jola halen. Joepie, joepie. Joepie, joepie. Heb je er zin in? Ja. Om Jola weer te zien? Ja. Ze is bijna geland. Ja. Dat is grappig. Dit is een roltrap. Maar
Waar is ze nou? Dat dit wel de vlucht al is, of niet? Ja, dat zou kunnen. Maar dit zijn mensen, die meestal lopen ze erachter hoor. Ja. Deze hebben hun koffers allemaal al, kijk. Nee, dat is handig. Nou, vorig jaar dat ik Remco en Jeronimo ophaalde, kwamen ze hier langs. Dus ja, maar ze komen ook wel eens via die achterkant. Daar kan je niet vandaan komen. Hier kan je niet van splinters krijgen. Nee. Het is niet open, ze er al zijn, dat we gemist hebben. Ja, ik zie ze. Jax moet weg, Jax aan de kant. Ja, daar wel, daar loopt ze. Rode shirt. Oh, hier. Ik kom niet toch aan mijn mondkapjes. Daar is Pons, dat is Willem. Dom Willem. Ze weet nog niet dat Jack erbij is. I burned out like a wandering ember. I shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Dat was een emotioneel weerzien, maar heel erg blij dat ze er weer is. We zijn even naar huis gegaan, we hebben even gedoucht allemaal. Koffers hier neergezet en nu woets gaan we meteen weer op naar Oosterwold. En onderweg naar Oosterwold. Helemaal vertrokken allebei. Helemaal uitgeput van het weerzien van elkaar. En alle emoties. Alle emoties. Oh. Het is maar even lekker bij, denk ik. Ja. Ja, maar we moeten oppassen. We zitten op een open veld, Bart. Nou, dit is gevaarlijk. Dit is het huis. Ik zit hier onder een dingetje met houten staanders. Ze zijn hartstikke laag. Hooguit de spaat in de caravan. Komt er door de ijzeren poten. Nou, de kinderen zitten in ieder geval veilig. Die liggen te pitten in de auto. Ja. Allebei helemaal vertrokken. Nou ja, in de auto zit je wel veilig, want die staat op rubberen banden. Dus ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat weet je. Ja, heel veilig. Ze zeggen altijd, als het heel erg onweert en je zit bijvoorbeeld midden in de veld of op het water, ga snel naar je auto en blijf daarin zitten. Niet onder een boom gaan staan. Wat jij gewoon... Of is dit is ook een soort boom. Er zijn allemaal veel hogere bomen om ons heen, schat. We hebben een brievenbus. Die ga ik op een paal maken, zodat we hier in ieder geval ook brieven kunnen ontvangen. En ik ga er even stickers op doen met ons huisnummer. Wel zo handig, hè, voor als je post hebt, dat ze het ergens kunnen zetten. En we hebben een nieuwe, hoe noemen we dat? Schaduwdoek, maar dan eentje die water ook tegenhoudt. Dat is wel handig, want dan kun je hem ook meteen gebruiken als een luifel. Voor als het regent. Wat het waarschijnlijk gaat doen deze week heel veel. Mooi zo. Een
Die kop van jou ook echt zo. Dat was wel heel hard. That was very hard. Scary. We kunnen wel in ons huis gaan zitten. Voor de veiligheid. Wat vet. Zullen we gewoon daar gaan zitten straks? Met, maar in de staakerf vinden ze ook. We bestellen een pizza en dan gaan we daar eten. In de keuken of in de woonkamer? Deze tafel. Kan wel. Kan wel. Maar ik denk dat het wel vet is. Want de staakerf is ook gezellig. Ja, oké. Oh, Jax heeft echt zo vaak gezegd, ik heb je gemist, Jola. Ik heb je gemist, Jola. Oh. Uit zichzelf, hè? En Jola vroeg nog, hebben jullie dit echt tegen hem gezegd dat je het moest zeggen of zo? Nee, nee, echt niet. Heel grappig. Je hoort het echt helemaal van de ene naar de andere kant, dogs around. Maar dan kan het straks ook wel gaan barsten ineens. Wat kan barsten? De rucht. Regen. Ja, dat klopt. We hoeven niks naar binnen te zetten nu, toch? Kleine nee, hier tijden. Staan wat tassen. Jola die was zo ontzettend moe. Ah. Ze was helemaal emotioneel. Niet geslapen. Hoe lang niet geslapen? De hele nacht? Amper. Ja, maar Jola die zegt heel snel niet geslapen. En dan heeft hij eigenlijk gewoon wel een paar uur geslapen. Ja, hij heeft ook wel eens gezegd onderweg naar Spanje. Helemaal niet geslapen. In drie kwart van de reis. Oké, okay, buienradar. What's going to happen? Dan gaat het echt heel snel, hè? Met het onweer. Ja, maar... Oh ja, oh, het gaat straks wel echt regenen, hoor. Ik voel er nog eentje. Flink. Hey, dude. Moet ik toch... Ja, moeten ze toch wakker maken? Nee, ik maak ze wakker. Maar eerst even spullen. Ja, jij doet dat misschien iets. Dat het zo ja. Wat beter op de dag. Ja, het is gestuurd, maar nog niet zo glad als het gaat. Kijk, je kan nu ook het uitzicht zien, joh. Jola, eten! Je mag ook ruilen, toch Jax? Dat maakt jou niet uit, toch Jax? Nee. Deze kamer is groter. Ik ga straks verder kijken. Ja, ik ben heel groot. Deze heeft een raam minder. Huh? Een raam minder, dat wel. Ja. Alleen, ja, deze is een 50 centimeter breder. Hoeft het nog steeds niet nu te bepalen, hoor. Ik kan je zien dat je zo kijkt en zo. Ga je hier staan, Jo, met je rug hier tegenaan. Dan kan je zien dat die stuk breed is. Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Ze kunnen zeggen zo, die Jolly wordt echt lang geworden. Ook kunnen ze echt gegroeid weer de afgelopen 2 weken. Ja, dat is het veel. Nee, je moet even nog wat. Je moet je hoofd. Je hoofd. Nu lijkt het soms zo. De hoofd klopt niet. Waar moet mijn hoofd heen? Meer de diepte. Ja, daar moet het ook weg. Nee, dat is leuk. Oké. Wie staat erop? Oké. Heel lang middel. Schildpadden gezwommen toch? Ja. Heeft papa dat ook gefilmd? Oh, ik kan echt niet wachten om dat te zien. Hoe groot waren ze? Eentje was zo. Dus, maar ik heb 2 keer gedaan. Hè? Ja. Eentje bij de zonnekamer en eentje wel. Ja. En sommige waren zo. En dan ging je dan, zag je er eentje waar je dan een stukje achteraan ging? Of zag je er meerdere? Nee, ik zag er dan meerdere, maar dan ging ik er achteraan of zo. Maar één keer zag ik zo eentje met zo'n soort kwalletje in zijn mond, dus toen ging ik zo weg. Hij was aan het eten waarschijnlijk. Ja. Ja, ik heb wel een leguane gezien. En hagedissen. Ja, ze zijn groter. Ja, die staart is heel lang. Ja. Okay. Eén keer schrok ik echt, want er is echt één strandje. En toen lag ik echt gewoon zo lekker te zonnen. En toen deed ik mijn ogen open. Toen zaten er gewoon echt 4 gewoon zo bijna tegen mijn bil aan gewoon. Omdat daar een zak chips had gelegen. Nee, daar had een zak chips gelegen. En er lagen kruimels. En die gingen ze gewoon pakken. Scary. Maar je zag wel heel veel van die leguanen. Van die agedisjes. En met dolfijnen zwemmen. Wat vond je het allerleukste aan de dolfijnen?
dat ze zo met mij ging doen. Dat je moest, zo moest doen en dan deden ze dat. En ik vond ook dat ik zo bij die vinden zo. Voor de foto? Ja. En voor de rest was het gewoon aaien en dat ze naar je toe kwamen, zeg maar. Ja, ik had zeg maar een kusje, maar toen op de boom. Toen moet je eerst je hand zo en dan even zo en dan uiteindelijk gaat hij op je elleboog. Maar toen... Het voelt heel apart, hè? Heel rubberig of zo, toch? Ja, ja, zacht, rubber of zo. Maar toen draaide ik me zo dus om, stiekem voor de foto. Dan gaf ik een kusje op de mond. Terwijl, als je dat... Gaf hij een kusje op jouw mond? Nee, hij gaf ja. Op de wang. Ja, en jij draait. Dat hoort er zeg maar bij. Alleen als je een kusje op de mond wil, dan heb je zo'n apart ding en dat kost $40 of zo. Dus ik zo... Ja, dacht, ja, lekker. En ik had toen ook dat ik ze echt mocht vasthouden en dat ze me helemaal mee gingen sleuren. Maar volgens mij hebben ze dat later afgeschaft omdat... Die dat helemaal niet goed voor ze is, ja. Ze zijn wel vet sterk, hè, die beesten? Dat mocht. Voel je die kracht, hè? Maar in de show, bij de show deden ze dat wel. Oh, ja, of je moet er extra voor betalen, natuurlijk. Precies. Want je hebt ook bijvoorbeeld dat je ze alleen maar even van de kant mag aaien. Je had ook een foto digitaal. Oké, een foto digitaal was iets van één foto, hè? Één foto per persoon, zonder framepje of zo. Nee. Echt iets van... Iets van $30 of zo. Echt vet duur. Ja, dat is iets van €26 of zo. Toen was het alweer zondagavond. We hebben super lang en gezellig en lekker met Jola bijgekletst. En we gaan nu ook slapen. As you can see, tanden poetsen. Heb ik al gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze week. Zie je zondag of volgende week woensdag. Doei! Kijken naar de vlog.